paar dagen geleden heb ik iets gedaan wat eigenlijk niet mocht. Welkom in de vlog van deze week. In de bibliotheek in Argus, hier in Roeselaar, zijn ze een nieuw Argus café aan het bouwen, een leescafé. En ik had al eens de kans om te gaan kijken hoe het er straks in september zal uitzien. En ik ga jullie die beelden laten zien. We zijn eind juni en dat is de periode dat de examens gedaan zijn. En in Brugge vieren ze dat op een heel speciale manier, heb ik gemerkt. Daar gooien ze hun cursussen in het water. Vreemd. Het is iets na 6 uur en ik ben op weg naar Amsterdam. Wat gaan we doen in Amsterdam? Ik heb daar een afspraak met de Hogeschool van Amsterdam. En we gaan daar een overeenkomst sluiten rond het afnemen van examens op afstand, zodat we Nederlandse studenten eigenlijk examens kunnen laten afleggen in Amsterdam. En er is er ook een vergadering van de Dutch Blockchain Coalition. En dan gaan we zien wat dat kan opleveren. 2:40 en ik moest normaal in Amsterdam zijn. Ik moest normaal al bijna op de terugweg zijn. Wat is er gebeurd? Een vertraagde trein ergens in rond Lokeren, denk ik, Sint-Niklaas. En die heeft ervoor gezorgd dat ik mijn aansluiting met de Thalys heb gemist. Waardoor de moeite niet meer was om naar Amsterdam te gaan. Dus zijn we maar terug naar huis gekomen. Dus geen filmpjes van Amsterdam. In de vorige video, kan je nog een keer het filmpje van mijn vorige trip naar Amsterdam bekijken. Jammer, maar helaas. Ik zit op het bankje van Roeselare. Nou, wat is dat zo'n bankje? Wel, via de website van de stad Roeselare kon je een aanvraag doen om een hevelbankje te laten monteren op jouw voorhevel. En dit is het resultaat. Vanaf nu hebben wij een hevelbankje met het logo van de Roeselare daarop. En als je eens in de buurt bent, dan mag je zeker eens komen uitrusten op ons hevelbankje. Tot zo! Zoals je al kan zien, cursussen in het water gooien, dat wil zeggen einde van het schooljaar. En dan gaan wij ook op teambuilding. En dit jaar gingen we naar de Belgische kust in Blankenbergen. Dat levert mooie beelden op. Zo, dit was de vlog van deze week. Ik hoop dat jullie het terug leuk vonden. Je kent het ondertussen al. Als je het leuk vond, dan geef mij op YouTube een duimpje, een like op Facebook of deel het met je vrienden. En vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. Bye!